Het journaal Laat met Fatma Taspinar. Een heel goede avond. Wat begon als een mooie dag voor de voetballiefhebber onder u is alweer geëindigd in mineur. Over exact één maand zou de voetbalcompetitie opnieuw van start gaan. Vandaag werd zelfs de kalender voorgesteld. Maar door een uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport eerder vanavond staat alles weer op de helling. Het BAS heeft namelijk de degradatie van Waasland-Beveren vernietigd. Waasland-Beveren is een van de clubs die alle middelen uitput om een plekje te veroveren in onze hoogste voetbalklasse. De club stond laatste in het klassement toen de competitie door de coronapandemie werd stilgelegd. De algemene vergadering van de Pro League besliste op 15 mei dat de stand van voor de coronacrisis ook de eindstand wordt. Waasland-Beveren degradeert. Maar het BAS heeft die beslissing vandaag dus naar de prullenmand verwezen. Omdat er een verschil in behandeling is, zegt het BAS, omdat de promotiefinale in 1B wel nog gespeeld mag worden. En het BAS zegt dan ook waarom het verschil om de competitie in 1A stop te zetten en om de competitie in 1B niet stop te zetten. Het is nu wachten op een nieuwe algemene vergadering van de Pro League. Morgen moet de Raad van Bestuur van de Pro League een datum prikken. Heel pijnlijk allemaal, net nu de Vereniging van Profclubs gisteren eindelijk een akkoord vond over de samenstelling van de reeksen. Vanmorgen werd de kalender voor het nieuwe seizoen nog voorgesteld, maar dat is er één onder het grootste voorbehoud. Mogelijk komt het scenario van een eerste klasse met 18 ploegen met Waasland-Beveren nu weer op tafel. Aster Nziamana van onze sportredactie, jij bent erbij komen zitten. We mogen dit wel een bom noemen, hè, Aster. Alles is van tafel, exact één maand voor die heropstart van die competitie. Wat zijn de concrete gevolgen van deze beslissing? Je mag dit zeker een bom noemen, Fatma, maar je mag dit geen bom noemen die de Pro League niet heeft zien aankomen. Want men wist wel degelijk dat rond deze periode, zondag, maandag, gisteren, vandaag, een beslissing zou volgen van het BAS. Men heeft alleen verkeerdelijk ingeschat wat die beslissing zou zijn. En dat men dan gisteren een algemene vergadering plant en dat men dan vandaag die kalender voorstelt, ja, dat is zeer ongelukkig. Dat is inderdaad voor een zoveelste keer gezichtsverlies. Ik zou niet per se zeggen voor de Pro League alleen, maar voor het Belgisch voetbal in zijn geheel. Want de gewone man in de straat kan het allemaal niet meer volgen natuurlijk op de duur. En concreet wat er beslist is, dat vind ik ook wel opvallend. Het BAS maakt eigenlijk brandhout van de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen. Die genomen is op de algemene vergadering van de Pro League in mei. Men zegt dat is een kennelijk onredelijke beslissing. Je kan niet zeggen tegen Beerschot en Leuven, twee ploegen uit 1B, jullie mogen nog strijden voor promotie, maar Waasland-Beveren, jullie hebben het recht niet meer om op die laatste speeldag te vechten om zo er sportief in te blijven. Dat is, om met de woorden van het BAS te zeggen, discriminerend. Dus Waasland-Beveren zou mee mogen doen. Wat kan de Pro League hier nu tegen doen? Kunnen ze dit nog rechttrekken? Gaat de voetballiefhebber 8 augustus naar voetbal kunnen kijken? Dat hopen we natuurlijk. Het is allemaal onder voorbehoud wat we zeggen. We willen niet te veel op de zaken vooruitlopen natuurlijk. Maar de Pro League kan in principe verschillende dingen doen. Maar logisch gezien, juridisch sluitend gezien, is er eigenlijk maar één beslissing die ze echt kunnen nemen. Daar lijkt het toch naar meer dan ooit. 18 clubs in eerste klasse met Beerschot, met Leuven, met Waasland-Beveren. Dat lijkt eigenlijk de enige logische beslissing. Want stel nu dat je kiest voor een competitie met 16 ploegen, dat je Waasland-Beveren gewoon in 1A houdt en je zegt tegen Beerschot en Leuven, jullie mogen niet promoveren, ja, dan stel je jezelf open voor procedures van hun kant. Je kan ook nog beslissen om de competitie te annuleren. Dat je zegt, het seizoen 2019-2020 heeft nooit bestaan. Ja, dan krijg je ook de clubs uit 1B tegen die er graag willen bijkomen, die sportief al gestreden hebben voor promotie en op één wedstrijd van die promotie staan. Heb je problemen met de Europese tickets? Je kan zelfs beslissen om de laatste speeldag nog te organiseren, maar daar heeft de voetbalbond zelf al van gezegd, dat is onmogelijk. Dat zou ook concurrentievervalsing zijn, want kernen zijn veranderd, trainers zijn weg, spelers zijn weg. Dus er is eigenlijk maar één beslissing die echt kan genomen worden. Dat hebben veel collega's van mij ook al de voorbije maanden gezegd. En dat is een competitie met 18 clubs. Maar de bal ligt in het kamp voor de zoveelste keer van de Pro League. Morgen gaan ze een datum prikken en dan gaan we misschien al iets meer weten. Oké, heel benieuwd naar 8 augustus binnen één maand. Dank je wel, Aster Nziamana. Wie naar een risicogebied reist de komende maanden, een zogenoemde rode zone waar het virus weer opflakkert, zal bij terugkeer verplicht in quarantaine moeten. Dat heeft het Vlaams parlement vanavond beslist. Wie dat niet doet, kan daar een fikse geldboete voor krijgen, tot 4.000 euro of zelfs een gevangenisstraf tot 6 maanden.
Vlaams minister Wouter Beke kreeg vanmiddag trouwens heel wat kritiek in het parlement, omdat er nu pas werk gemaakt wordt van een regeling voor terugkerende toeristen. Het was toch wel belangrijk dat we een overeenkomst zouden vinden waarbij dat we dat op eenzelfde manier zouden behandelen voor Vlamingen, Brusselaars en ook Franstaligen, voor Walen. Dat hebben we nu gevonden en daarnaast moest er ook nog een overleg zijn met de federale overheid, omdat het Buitenlandse Zaken is die over de expertise beschikt en die daar ook bevoegd in is om te zeggen van kijk, dit zijn nu de regio's die echt wel een probleem zijn en waarvan we zeggen, daar gaat u nu naartoe. Ik zet de regeling die vandaag is goedgekeurd door de verschillende regeringen in ons land nog eens op een rijtje voor u. Voor reizen geldt voortaan een systeem met 3 kleurcodes, groen, oranje en rood. De gebieden die in lockdown zijn, na een nieuwe opflakkering van het virus, krijgen uiteraard een rode kleur. Reizen naar die regio's wordt verboden. Wie terugkeert naar België moet zich laten testen en moet dus in quarantaine. Ons land kan trouwens ook zelf rode gebieden bepalen. Voor regio's waar het risico besmetting hoog is, maar die niet in lockdown zijn, geldt code oranje. Reizen naar deze gebieden wordt afgeraden. Een test en quarantaine zijn bij terugkeer niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Alle andere plaatsen krijgen code groen. Op die plaatsen gelden enkel de bestaande voorzorgsmaatregelen. De lijst is met kleurencodes is trouwens nog niet klaar. Dat ons land nu met kleurcodes zal werken, is volgens viroloog Steven van Gucht een goede zaak. Maar hij benadrukt wel dat we ons niet blind moeten staren op die codes. Ook in regio's die een groene en dus veilige kleur krijgen, blijft er een kans op besmetting. Eigenlijk moet je dus overal groen, oranje of rood in gezond verstand gebruiken, zegt hij. En dus opnieuw, ja, we moeten een beroep doen op de verantwoordelijkheidszin van mensen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dat het ook niet altijd zozeer is waar men naartoe gaat, in welke regio men zich bevindt, maar ook wat men daar doet. Wanneer je het nachtleven gaat bezoeken in Zwitserland, beschouw ik dat als een veel groter risico dan rondlopen in Barcelona of nabij zo'n lockdownzone om daar ergens te gaan fietsen of wandelen. Dus wat men doet is bijna even belangrijk als waar men is, denk ik. Ja. Ja, en wie dan weer niet te spreken is over de kleurcode oranje meer bepaald, is werkgeversorganisatie VOCA. VOCA vindt die code veel te onduidelijk. Enerzijds wordt werknemers afgeraden om te reizen naar een land met code oranje. Anderzijds wordt hen aanbevolen, vrijwillig dus, om in quarantaine te gaan na zo'n reis. Allemaal veel te vrijblijvend, vindt VOCA. De vraag is van wat als zij dat niet willen doen? Kunnen de werkgevers hen verplichten om dat te doen? Wat als die medewerkers dit verzwijgen, dat zij uit zo'n land komen? En bijkomend, wanneer ze toch, in quarantaine gaan, is de vraag van onder welk statuut? Gaan zij een quarantaineattest krijgen dat recht heeft op tijdelijke werkloosheid? Of moeten zij eventueel verlof zonder wedden nemen? En dan neem ik er nog eens de coronacijfers bij, want voor het eerst sinds lang daalt het aantal coronabesmettingen in ons land voorlopig niet verder. 2 weken geleden waren er gemiddeld nog 85 nieuwe besmettingen per dag. En dat zijn er evenveel als vorige week. En wat nog opvalt, is dat het vooral kinderen en jongeren zijn die nu besmet raken. In de ziekenhuizen werden 2 weken geleden nog gemiddeld 15 opnames van coronapatiënten geregistreerd. Dat cijfer zakt wel. Het zijn er nu nog 10 per dag. En ook het gemiddeld aantal overlijdens daalt nog van 6 naar 4 per dag. Bij een verkeersongeval in Veurne in West-Vlaanderen zijn 2 mensen omgekomen. Hun wagen raakte van de baan, ging over kop en belandde op zijn dak in een gracht. Politie en brandweer met duikers kwamen ter plaatse, maar voor de 2 kwam alle hulp te laat. Het gaat om een man en een vrouw, maar het is niet duidelijk wanneer het ongeval gebeurd is, want er waren geen getuigen. Het parket onderzoekt de zaak. De politieagent die de 2-jarige Mauda doodschoot tijdens een achtervolging met een busje transmigranten, 2 jaar geleden intussen, moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor onvrijwillige doodslag. Ook de vermoedelijke chauffeur en de smokkelaar zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Een groter deel van de bevolking zal binnenkort een beroep kunnen doen op een pro deo advocaat, een advocaat die gedeeltelijk of volledig vergoed wordt door de overheid. Momenteel komt ongeveer 10% op basis van het inkomen in aanmerking voor zo'n advocaat. Maar dat zal op termijn dus stijgen naar zo'n 30%. Zo krijgen meer mensen toegang tot justitie.
Het was alweer geen fraai zicht vannacht in Knokke. Honderden jonge feestvierders weigerden daar na een avond op café naar huis te gaan toen het sluitingsuur was aangebroken. Enkele amokmakers, vooral dronken Nederlandse tieners, gingen zelfs op de vuist met de politie. Vanavond gaan extra agenten op pad in Knokke om te voorkomen dat dat nog eens gebeurt. Vanmiddag is het rustig op het Verweeplein bij het stadhuis, maar dat was afgelopen nacht wel anders. Honderden jongeren bleven hangen na sluitingstijd, vergaten corona en gingen op de vuist. Ook met de politie, die er extra korpsen moest bijhalen en 5 jongeren oppakte. Er zitten dan maar 8 of 9 of 10 jongeren in één appartement. De ouders weten waarschijnlijk van niks. En ja, ze beginnen te drinken en hier is de laatste stop. Het is ook een van de enige dingen dat er hier zijn. En dan komen ze naar hier en dan, ja... Het is hier te veel volk op één en als er een beetje drank in de man is, dan begint het uiteen te lopen. Hè. Het gaat vooral om erg jonge Nederlanders die hier vakantie komen vieren. In Nederland moet je 18 zijn voor bier en wijn en sterke drank. En hier in België moet je natuurlijk 16 zijn. Het is gewoon een soort van zuipvakantie. Voor de politie is de maat vol. Als ze natuurlijk geweld gebruiken tegen politiedienst, dan hebben ze de grens overschreden. Dus ook voor deze avond gaan we extra capaciteit inzetten. Dat is nu de derde maal dat we de capaciteit gaan opschalen. Gaan we ons ook wel voorbereiden voor deze avond. Gaan we kort op de bal spelen. En als deze avond terug hetzelfde is als vorige avond, dan is de afspraak met onze bestuurlijke overheid dat we ingrijpende maatregelen zullen voorstellen. Dat kan gaan eventueel naar het sluiten van de uitgaansgelegenheid. Ja, Nederlandse jongeren hebben ook voor overlast gezorgd in Albufeira, een badplaats in de Algarve in het zuiden van Portugal. De feestende jongeren dronken daar op straat en respecteerden de coronaregels niet. Sommige cafés werden zelfs vroegtijdig gesloten omdat het te erg werd. De politie kwam eraan te pas om de orde te herstellen en die trad nogal hardhandig op. Een 20-tal jongeren kreeg ook een boete. We proberen natuurlijk allemaal gewoon een beetje hier te feesten en er het beste van te maken. En de politie die reageert gewoon heel, heel heftig, terwijl het ja, ook gewoon wat normaler kan als het ware. Geen voorbeelden? Nou, bijvoorbeeld als je niet luistert, dan hebben ze gewoon altijd van die knuppels. En dan, ja, ze hebben echt mensen al geslagen. En er zijn ook mensen gedwongen om in het zwembad met kleren en al te springen. Wij wisten natuurlijk dat de clubs dicht zouden zijn. Maar dan zitten wij gewoon met z'n 13 en zitten thuis in villa en hebben gewoon muziek aan. Het is gewoon helemaal niet zo hard. En natuurlijk ga je dan een beetje dansen, maar als je thuis in de villa zit, zijn we één huishouden. Dus dan zou dat gewoon mogen. Het is gewoon raar dat je dan ze daarvoor gestraft wordt. En in de Spaanse regio Catalonië is het vanaf morgen dan weer verplicht om een mondmasker te dragen op openbare plaatsen. Catalonië ligt in het noordoosten van Spanje en heeft als hoofdstad Barcelona. De beslissing om mondmaskers te verplichten komt er nadat in de stad Lérida het virus is heropgeflakkerd. De Catalaanse regering wil met de maatregel die tweede golf indijken. De maatregelen in Catalonië zijn wel een pak strenger dan in de rest van Spanje. Een zintuigelijke reis doorheen de wereld van de alchemisten. Dat is Balsam, de voorstelling van theatergroep Laika en muziekensemble Zefiro Torna. Een voorstelling die momenteel speelt in een leegstaande supermarkt in Antwerpen. Dit heb je nodig tijdens de voorstelling. En wij geven aan wanneer je welk hapje mag proeven. Oké? Dank je wel. Een bordje met hapjes en dan netjes per bubbel naar hun plaats voor een trip die alle zintuigen aanspreekt. Pruttelende potjes, neusprikkelende geuren gelinkt aan bezwerende muziek. Het feit dat we ons in een laboratorium bevinden maakt de coronaregels perfect aanvaardbaar. Op een of andere manier kan je alle protocols die gevorderd zijn, kan je perfect toepassen op deze voorstelling. We werken met heel veel ontsmettingsmiddelen, de handen worden ontsmet, we dragen mondmaskers. Het feit dat je al in heel dat laboratorium gegevens had, het feit dat we 360 graden rondom spelen, wat ook maakt dat het publiek, het is het allemaal een beetje verder weg dan in de oorspronkelijke versie. Maar het feit dat je heel veel plek hebt door rondom het publiek te zetten, kan je ook genoeg toeschouwers kwijt om het nog, ja, om het nog te kunnen doen. Al kunnen ze nu wel een pak minder volk toelaten. In plaats van 250 mensen kunnen er maar 75 binnen. Maar die zijn enthousiast.
De combinatie van die muziek samen met die geuren en die smaken was mooi gedaan. Fantastisch goed. Ja, het is ook de eerste keer dat je terug iets cultureel mocht meemaken. En ik heb me laten verrassen, maar ik heb er ongelooflijk van genoten. Balsam nog tot 26 juli op de Zomer van Antwerpen. Wij zijn bijna rond, maar nog niet helemaal. Ik heb nog opmerkelijke beelden voor u. Deze twee voetgangers in een buitenwijk van Londen hebben toch heel wat geluk gehad. Net toen ze een kruispunt wilden oversteken, ziet u hier de grote boom waar ze vlakbij staan vallen. Ze konden zich nog net uit de voeten maken en dat naar het schijnt zonder kleerscheuren. Ik wens u evenveel geluk toe vannacht en morgen. Heel graag tot kijk. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.